Beste studenten, welkom alweer bij de derde hardlooptraining van de eerstejaars. Kijk goed naar deze video en dan weet je weer wat je de komende week moet gaan doen. Super dat je alweer de derde keer kijkt naar mijn video. Ik zat vandaag wat korter en bondiger gehouden dan de vorige video's. Ik begin zo meteen met een korte inleiding, daarna leg ik de training uit en dan sluiten we weer af. We hebben al meerdere keren herhaald waarom je nou moet hardlopen. Als het goed is zit je nou op die denkbeeldige trein. En je moet dus zien dat die sneeuwbal nou gaat rollen. En die sneeuwbal is eerst een sneeuwvlokje. En dat wordt steeds groter en groter. En elke week ga je trainen. En dan ga je weer een stapje omhoog. En dat noemen ze eigenlijk overload. Kijk maar naar de afbeelding die je zo meteen ziet. Elke week weer een stapje omhoog. Natuurlijk heb je het nodig voor je werk. En hiernaast zie je wat video's. Ons werk is hartstikke fysiek. Enkele kleine voorbeelden waarom je zo goed moet kunnen hardlopen. Waarom je dus elke week moet trainen. Zometeen begin je weer de hardlooptraining en dan ga je eerst 5 minuutjes rustig inlopen, rustig warm lopen. Gewoon lekker 5 minuutjes rustig dribbelen. Kijk naar de video. In het dribbelen kun je nog wat oefeningen doen, zoals zijwaarts, hakken billen, kruispassen, een beetje huppelen. Dat zijn allemaal oefeningen die kun je even in die 5 minuutjes warming upen. Na die 5 minuten ga je weer loopscholingsoefeningetjes doen. Alleen vandaag gaan we niet tweebenig werken, maar éénbenig werken. Het ziet er als volgt uit. Kijk goed naar de video en dan zie je dat ik éénbenig knie ga heffen. Dit doe je ook weer stukjes van 15 tot 20 meter ongeveer. Kortere stukjes. En dan maten we verder voor volgende lessen, zullen we het steeds verder doen. Maar we gaan nu éénbenig knie heffen. En dat éénbenig knie heffen doe je natuurlijk 3 keer een stukje van ongeveer 20 meter. Hè? Dus je doet 20 meter, je wandelt een klein stukje, daarna doe je weer 20 meter. Dan ga je door naar éénbenig scharen. Kijk goed naar de video. Dan ga je ook weer ongeveer 20 meter ga je scharen met één been. Daarna wissel je van been. Ga je een stukje wandelen. En vervolgens herhaal je dat weer 3 keer. En we doen altijd 3 oefeningen. En dit is alweer de derde oefening. En we gaan éénbenig kaatsen. Eigenlijk is het gewoon op één been hele korte sprongetjes maken. Dat doe je niet 15 tot 20 meter. Maar dat doe je maar een kort stukje. Ongeveer 10 meter. Na 10 meter wissel je van been. Ga je een klein stukje wandelen en herhaal je ook weer 3 keer. Dus alle oefeningetjes, 3 oefeningetjes en die herhaal je allemaal 3 keer. Lekker simpel hè? Nou, dan kom je nu bij de echte hardlooptraining uit. En zoals we al aangegeven hebben, elke week doen we weer een stapje meer. En vandaag gaan we ook een stapje meer in de tijd. Afgelopen 2 weken hebben we 1 minuut gerend. En vandaag gaan we 2 minuten hardlopen. Dus je begint zo meteen met 2 minuten op een rustig tempo hardlopen. Natuurlijk niet in een heel langzaam tempo, maar rustig. Na 2 minuten ga je 1 minuut wandelen. En dit herhaal je in totaal 12 keer. Dus nog een keer samengevat. Je gaat 2 minuten rustig dribbelen. Je gaat 1 minuut ga je wandelen. En dat herhaal je 12 keer. Na die 12 keer hardlopen en wandelen ga je weer verder met de core stability. En we hebben weer een paar kleine aanpassingen. We willen natuurlijk elke week weer een klein stukje moeilijker maken. We beginnen nu met de zijwaartse plank. En bij die zijwaartse plank probeer je ook je heupen op en neer te bewegen zoals je ziet op de video. Dit doe je 30 seconden lang. Daarna wissel je van kant. En dan ga je met de andere kant 30 seconden lang heen en weer bewegen. En dat herhaal je ook weer 3 keer. De tweede oefening die we doen voor core stability is de plank. Je houdt de plank, hou je vast. En dan probeer je gewoon in 5 tellen 1 been los te hebben. Dus je steunt maar op 1 been. Na 5 tellen wissel je. En in totaal duurt het 30 seconden. Dan pak je heel even rust. En dan herhaal je weer die oefening. Dus de plank. Waarbij je even 1 been los doet. 5 seconden. Daarna wissel je van been. En dat herhaal je 3 keer. Wat wel belangrijk is. Dat je die plank blijft waarborgen. Dat je niet helemaal omhoog gaat met je lichaam. Of gaat buigen. De derde oefening die we doen is de buikbrug. Nou, vorige week en de week ervoor hebben we met 2 benen gedaan. Nu doen we met 1 been omhoog. Na 10 seconden wissel je weer en dan doe je in totaal 30 seconden. Nu gaan we verder met de oefening voor de sit-up. We houden hem vast omhoog. Deze houden we nog wel steeds statisch vast. Trek je buik goed naar binnen. Pak hem op het zwaarste punt. Je moet hem goed voelen branden. Dat hou je 30 seconden vast. En daarna zak je weer naar beneden. En dat herhaal je 3 keer. Dan ga je gelijk door naar de schuine buikspieren. Waarbij je ook weer indraait. En dan ook weer 30 seconden vasthoudt per kant en doet totaal 3 keer per 30 seconden. En als laatste gaan we verder met de balansoefeningen. 2 oefeningen. Je gaat op 1 been staan,
Je brengt je knie naar voren tot 90 graden, dan breng je weer omlaag en dan breng je hem naar de zijkant. Allemaal in één beweging. Dat doe je in totaal 5 keer per been, dan wissel je van been. En dat doe je natuurlijk ook weer 3 keer per kant. En de laatste balansoefening die we doen is, we gaan gewoon staan in een statische lunchhouding. Dus je bent helemaal diep en je blijft gewoon zo staan. Boven je lichaam is helemaal recht. Beide benen probeer je tot 90 graden te houden. Dat hou je 30 seconden lang, hou je dat vast. Daarna wissel je van kant. Doordat je allebei de kanten 3 keer... Dit was weer de derde hardlooptraining. Kijk goed naar de video, voer hem uit. En dan kunnen we straks weer in de lessen gaan bespreken hoe het gegaan is. Super dat je deze video weer gekeken hebt. Nu komt het eraan dat je de uitvoering gaat doen. En denk eraan, jullie weten waarom je het doet. Succes, tot de volgende keer.